Nee is nee. En ik vind dit vreselijk om te zeggen. Toen wel het lastige aan moederschap. And we want to stay forever, y'all. En net of je naar andere chickie kijkt. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. En goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier in de Starbucks. Ik ben aan het editen hier. Thuis was het echt een chaos en heel veel lawaai en ik had er gewoon geen zin in. Dus welkom bij een nieuwe weekvlog. We starten het weekvlog nu gewoon lekker bij maandag. Vorige keer was ik begonnen bij dinsdag. Het is allemaal heel erg random. Ik heb net een thee macchiato met een shot vanille en sojamelk genomen. Ja, dat is echt een mondvol. Sinds kort heet ik Izo. Dus ja, dat is mijn nieuwe naam. Zo ga ik nu door het leven. Dit is toch lekker. Zelfs mijn harde schijf heb ik meegenomen. En kijk, mijn telefoon is echt helemaal empty. Oké, ik ga dus weer voor zo'n klein dingetje. Deze metro gaat richting Zuid. Lig je lekker? Ja. Ik ga even snel boodschappen doen, ja? Ja. Ik ben zo terug. Weer een hele kar vol met boodschappen. Alessio die ligt al de hele dag op. Ja, vanochtend lag hij op bed, heeft hij geslapen. Ik was rond 12 uur thuis van editen en zo. En toen lag hij nog te slapen, dus ik dacht, nou ik laat hem maar liggen. En nu is hij wakker en nu ligt hij op de bank gewoon tv te kijken. Dus ja, dat is ook wel wat minder. Ik heb van die wortel hotdogs gehaald. Ik ben benieuwd hoe dat smaakt. Ik moet nu even racen trouwens, ik zit heel relaxed te praten en te doen, maar ik ben weer laat. Wauw, goed hoor man. Ja, een knakwortel. Hier, die is voor jou. Je hoeft geen ruzie te maken met je broer, hè? Ja, twee handjes, hè? This is the best of the best. Oké. Okay. Lekker. Je proeft maar, het is heel lekker hoor. Oké, okay, nu ga ik hem zelf ook proeven. Mijn wortel hotdog. Ping. Wortel. Zo, het is vanavond olieavond. Want mijn haar is nu wel echt super vies en het jeukt ook. Zo'n maar ja, anyways, dat ga ik dus nu helemaal inmasseren en in mijn punten doen en overal in mijn haar doen. En dan laat ik het de hele nacht erin zitten en morgen ga ik het weer uitwassen. Ik doe het nu één keer in de week. Ik ben nu al denk ik zo'n 3 weken bezig. Ja, het gaat wel goed. Ik hou het wel goed vol. Dus, wat een zinnen zeg. Wauw. Is het me time, bitches? Het is vandaag dinsdag en mijn trapleuning hangt er vanaf. Dus ik moet even naar de... Waar gaan we ook weer naartoe? Ja, ik denk prachtig niet dan. Om een nieuwe erop te zetten. Bijna dood. Je was niet bijna dood. Anyways, dus ik wil hem wel vast hebben voordat de jongens thuis komen. Zodat ze niet op hun bekkie gaan. Oh, ik heb het alweer koud echt. Terwijl het is helemaal niet zo koud, maar ik heb het dus weer echt... Oh my god. Anyhow, ik ga nu de auto instappen. Nick gaat rijden. Hij doet zoals altijd weer lang. Nico, kom dan. Zo, een nieuwe dopje halen voor mijn trapleuning. En ik ga meteen kijken wat ik met de trap wil, want het is echt schandalig. Echt mega schandalig. Ik heb dus nog steeds mijn trappen van de bouw. En het is nog steeds hetzelfde.
En wij wonen hier al 4 jaar, denk ik zo. Ja. Wat een zucht, schat. Wordt het leven hier te veel? Het is best zwaar met jou doorbrengen weer zo'n hele dag. Hij is ook wel lief tegen me, hoor, maar hij laat dat niet zien. Je hoeft me niet liever voor te laten komen dan ik ben al. Waar kijk je nou naar? Net of je naar andere chickie kijkt. Ja, in dat bestelbusje achterin. Ja, je weet maar nooit wat er achter in dat bestelbusje kan zitten. Waarom? Oh, mijn gordel! Ik heb mijn gordel niet. Oh, weer een bijna doodervaring. Zo rij ik dan dus auto. Dat is toch super handig? Daarom hebben we die auto gekocht voor jou. Ja, inderdaad. Omdat dat ding daar zit. Als dat ding daar niet had gezeten, had ik de auto niet gehaald. Snap ik. Oh, via, wat een zon, via Toki. Toen jij zei van, oh, vandaag kan je niet foto's maken, want het gaat de hele dag regenen. Dat zei ik helemaal niet. Dat zei jij tegen mij. Ik zeg, moet je opletten, dan morgen is er geen zon als je foto's wilt maken. Doe eens even normaal dan. Ja, ik moet nog even kijken naar de... Geen idee. Volgens mij is dat er. Maar je hebt hier ook nog deze, hè? Nee, wat zag ik? Maar die zijn wel heel groot, hoor, deze. Kijk dan. Nee, ik denk dat deze. Dit vind ik ook niet mooi. Nee, ik vind het ook niet mooi. Maar dat kunnen we beter naar zo'n zaak. Ja, naar zo'n trappenzaak, toch? Ja. Want zij hebben geen houten vloer op die foto. Zie je dat? En als je dan een houten trap hebt, vind ik het wel mooi. Maar wij hebben houten vloer en dan weer een houten trap, vind ik echt hout op hout. Man. Ik vind dit ook meer voor mannen, hoor, Nick. Het is RTL 7. Ja. Hij zit het al bijna in. Kijk nou, nu kan je hem... Nu kan je die klep dicht doen. Hij zit erin, hoor. Let op, hij gaat gewoon dicht. Ja, hij gaat wat dicht. En de rest hier een stuk van mijn zusje. Maar jij gaat hem wel tillen, hè? Kon je, doe niet zo... Even serieus, Nick. Doe dat. Wacht even. Even wat doe? Ik heb weer geen pannenkoeken. Ik weet dat ik zei dat ik de dingen anders zou gaan doen. En ik zweer, ik heb echt pijn in mijn hart. En ik vind dit vreselijk om te zeggen. Ik word er eigenlijk ook lichtelijk verdrietig van. Maar het is me dus niet gelukt. Het is me gewoon niet gelukt. En ik heb het natuurlijk over de was. Wat kijk eens. Dit is wat ik moet vouwen. En er zit er nog was in de droger. Hoe is dit mogelijk? Serieus. Hoe dan kan ik zoveel was hebben? Het lijkt net alsof ik 6 kinderen in huis heb of zo. Hoe dan? Ik ga nu aan die shit beginnen. Ja. Ik ga er nu aan beginnen. Marietje. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen, vriend. Wat er gebeurt? Wat er gebeurt? Het is ochtend. Het is woensdagochtend. En je moet naar school. Had je in bed geplast weer? Oh, kan gebeuren, hè. Maakt niet uit. Mama gaat het wassen. Gaan we beneden even wat eten? Ja. Oké, kom. Als eerst zocht ik het. En dan ga ik weer aan. Ga je die nu opdoen? Ja, ik ga het weer op. Kijk eens. Kijk eens naar mama, wat die knap. Oh, daar is je vieze was. Die heeft papa daar gedaan. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Jij. En ik ga zo lekker... Oké, ik ga zo lekker bananenbrood maken. Ik heb daar gewoon super veel zin in. Volgens mij had ik het al een paar keer gezegd, maar ik weet het niet meer zeker. Dus don't judge me if I say it again. Like... Anyhow, ik ben dus op dieet. Nou, dieet klinkt zo drastisch. Ik probeer dus even een beetje op te letten met wat ik eet. Yep. 8 kilo's op de dijen. Oeps. Oh, wacht. Wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Zeg maar, geen voorstander ben van helemaal crashen. Maar wel een voorstander van gewoon gezond eten. En je goed voelen. En je gewoon af en toe pasta eten. En niet iedere keer maar op groenten en blaadjes kouwen, weet je. Sorry, maar daar wordt er niemand gelukkig van. Althans, ik echt niet, hoor. Woensdag, we gonna rock this day. Kijk eens. Hallo.
Ga je nou alweer beginnen met gommen? Ik had jou zo'n krapje moeten noemen. Ja, ik had jou zo'n krapje moeten noemen. Zo'n krapje moeten noemen. Even een update over mijn haar. Het is echt wel gegroeid hoor. Want ik had het tot hier geknipt. En het is echt zo'n stukje is er aangekomen. Ik ben echt helemaal flabbergasted gewoon. Dus ik ga door met olieën. Breakfast is served. Hier heb ik zo'n zin in. Dit is nog bananenbrood van gisteren die ik heb gemaakt. Met wat verse aardbeidjes en wat sojacream eroverheen. And I like it so freaking much like this. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag. Ik heb gisteren mijn afspraakbevestiging binnengehad voor mijn ogen te laten doen. Ik ben zo excited. Ik heb daar zoveel zin in. Ik ga de 28ste. Oh, ik ben echt ook ineens een beetje nerveus of zo. Ik doe mijn bril op. Dan ben ik net wakker. En dan is het echt heel bulky hier, weet je. En ik vind het gewoon niet mooi. Omar is tegen pluis als een motherfucker. Oké, ik heb hier een paar van die selerijstokjes. En die ga ik nu hier in mijn amazeball juicer doen. En dan ga ik dat daar ook opdrinken. Ik doe er wel een appel bij, anders vind ik, kan ik het echt niet door mijn strot krijgen. Oké, dit zijn alle ingrediënten. Ik heb hier een stukje kurkuma, verse. Die heb ik net geschild, maar dat blijft altijd zo in je vingers zitten, dus heel irritant. Ik heb hier 1 appel en 3 van die takjes. Om die power boost te krijgen, weet je, van bam, we gaan ervoor. Ik ga het nu juicen. Ja. Ik heb wel echt heel weinig sap erbij. Dus ik doe nog maar even een komkommer erbij, want dat geeft altijd lekker veel sappen. Want ik wil niet nog meer selerij erbij doen, want dan gaat het echt dood. En dat vindt Marilou echt 10 keer niks. Nou, dit is hem. Dit ga ik nu opdrinken. Mijn Green Supreme. Ik ga het nu opdrinken. Ik kijk er echt zwaar tegenop. Want het ruikt ook een beetje funky. Doordat er kurkuma in zit is het echt super goed voor je huid. En aangezien ik bijna 33 word, proost op het 33 zijn. Denk ik dat ik hier wel baat bij ga hebben voor de rest of my life. Ik had echt een paar weken achter elkaar dat ik gewoon helemaal geen puff meer ervoor. Ik heb net al wel ontbijt gehad, dus eigenlijk hoor je dit eerst drinken en dan ontbijt. Maar ik doe het eigenlijk nooit volgens de regels. Nee. Here we go. Ik weet niet. Ja, ik ben gewoon niet zo'n fan van selderij. Ik weet ook niet eens hoe je het goed uitspreekt. Bittere, dominante smaak zit er al. Ik ga het nu opdrinken. En ik heb gelukkig hier thee met honing staan. Dus die drink ik daarna meteen door. Maar het is super gezond en het is super goed voor je huid. And we want to stay forever, y'all. Een hele goede morgen en welkom. Het is vandaag vrijdag. Ja, vrijdag. Ik ga zo de jongens naar school brengen en daarna ga ik sporten, you guys. Ik begin alles weer helemaal op te pakken. I'm so proud of myself. Ik heb even een broodje met hummus. Heel weinig hummus eigenlijk, zie ik nu. Maar hummus en augurkjes, lekker. En daarna is het tijd om weer lekker spierpijn te krijgen. Zo glad. Ik ben net al bijna 3 keer om mijn bek gegaan, maar ja. Oh my god. Waarom zou je dat doen? Oh, ik vind het wel eng om een bocht te maken. Laten gaan. Hey, voor ons verhaal. Kom wel. Oh, ik heb me een partij gefietst, jongen. Mijn haar is wel heel gebruiserig. Het is eigenlijk al een week van mijn haar niet gewassen. Dus ik denk dat ik vanavond maar even gewassen. Dan kan mascara uitlopen. Zo, ik ben net klaar met sporten. Ik ben echt kapot. Ik ben ook nog ontsteld geworden. Ik weet niet waarom dit komt iedere keer. Daar word ik sowieso een beetje krenkje van. Ik word altijd een beetje krenkje als ik ontsteld ben. Dus ja. Maar ik heb wel goed gesport. Ik ben echt wel even all the way gegaan. Oh ja, ik ga eerst mijn groene sapje maken. Weet je wat die met selderij? I don't know hoe je het zegt. Nog steeds niet. En ik ben ook te lui om het op te zoeken. Zo graag een bad dat je gewoon lekker in kan liggen en lekker kan chillen gewoon de hele tijd. En gewoon lekker je spieren kan laten ontspannen. Oh, als ik er nu aan denk word ik al helemaal zen van. Heerlijk. Maar dat heb ik niet. Dus. Ik wou zeggen die schoen die gaat niet door, maar dat is geen spreekwoord. Hoe zeg je dat spreekwoord? Die fiets gaat niet door, nee? Dat gaat niet door de wiel.
Nee, laat maar, ik weet het niet. Ik ben heel slecht in spreekwoorden. Ik verzin altijd mijn eigen. Oh, she's a little psycho, a little bit psycho. And say run, don't walk away. Zo, dit is echt superveel. Daar heeft eigenlijk helemaal niks van over. Ik had eigenlijk gehoopt op een wat oranjige kleur, maar het is nu een beetje een stront geworden. Ja, die kleur is niet zo echt dat je denkt, wauw, daar word je happy van. Kijk nou, 100% plantaardig, maar ze lijken echt soppig. Gewoon net als vlees soppig is, weet je wel? Ja. Veggie burgers. Oh, lekker. Oeh, dat wordt verschillende groenten. Lekker, lekker, lekker. Kijk eens wat een feestmaaltijd. Wij gaan vanavond falafel eten en we hebben hier, ik weet niet meer welke wat is. Wacht, dit is niet pittig en deze zijn pittig. Andersom. Nee, andersom. Mag ik die proeven? Ja, mag je deze proeven, ja? Oeh. Lekker hè? Lesjo heeft yoghurtsausje gemaakt. Dan heb je tomaatje en je komkommer. Nee. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net heel snel mijn workout gedaan. Even snel bump it up. Kijk, hier tussen ben ik dus wezen sporten. Tussen al dat speelgoed. Een keer wat anders. Ik heb mijn haar ook nog steeds niet gedaan. Die ga ik vanavond echt in de olie doen, want dit kan echt nu niet meer. Maar ja. Ik had net wat. Wat ik best wel een lastig dingetje vind. Als moeder zeg ik heel vaak automatisch meteen al nee. En nu weet ik dat nee is nee. Toen ergens ook een keer gelezen dat als je tegen kinderen zegt dat nee nee is, dat het ook nee moet blijven. Want anders raken ze gefrustreerd. Maar ik vind dat lastig, want heel vaak als ik bezig ben met allerlei dingen tegelijk en dan vragen zij mij wat. Ja, dus dat. En dan zeg ik heel vaak meteen al nee. Oh shit, ik heb nu al nee gezegd, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Dus ze mogen het wel. Dan is mijn nee niet meer geloofwaardig. En dan denken ze van de volgende keer ga ik gewoon verder zeuren. Totdat ik weer de ja hoor. Net hadden wij dus ook deze discussie bij tweeën. Want hij wilde wat uit de speelgoed ding pakken. Ik heb hier één kast vol met alleen maar speelgoed. En echt een shitload aan speelgoed. En hij mag altijd een paar dingetjes pakken. Maar als hij wat nieuws wil pakken, dan moet hij dus eerst wat andere opruimen. Ik was bezig met vaten wassen, met doen en alles. En toen vroeg hij aan mij, mam, mag ik speelgoedjes pakken? En ik zei meteen al nee, zonder na te gaan of hij het al had opgeruimd of iets. Ik zei meteen al nee. En toen later keek ik en dan zag ik dat hij zijn speelgoedjes dus uit zichzelf had opgeruimd. Dus dan is hij in zijn volste recht om aan mij te vragen of hij een nieuw speelgoed mag pakken. Want hij had ze al opgeruimd. En ik zei meteen al nee. En dan voel ik me daar nu dan zo schuldig over. Dat ik niet eerst gewoon even kijk van, hé, wat is er gebeurd? Mama. Ja, schat. Soms zo op een automatische piloot ga en dat alles dan al meteen nee is. Dat is echt een automatisch woordje als ze me dan iets vragen. Nee, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel. Terwijl het lastige aan moederschap. Ja, dat wilde ik even met jullie delen. Ik wilde even mijn hart luchten. Zingen! Zingen! Sapjes tijd, oh sapjes tijd. Worden wij weer gelukkig van al die lekkere sapjes. Oh wow. Dat was ademnood, maar dan voor sapjes. En dat is klaar. Het is wel echt een heel mooi groen kleurtje, dat wel. Yes, goedemorgen. Het is vandaag zondag en wij gaan even een eitje met kinderen om lekker te kunnen springen en doen. Hè? Ijs, 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 baby. Oh, het is zo koud. Hoeveel is het? Min 2. Koud.
Oh, dat duurt wel even voordat dat helemaal ontdooid is. Ik moet zeggen, met dat zonnetje zo is het echt wel lekker te doen hoor. Het is nu 3 uur als ik het goed heb. En ik word om 4:30 opgehaald. En ik moet nog eten. En ik weet niet waar Nick en Alessio naartoe zijn gegaan. Ik heb geen idee wat ik aan ga doen vanavond. Het zal wel weer allemaal goed uiteindelijk. Ja. Ik weet weer eens niet wat ik aan moet doen vanavond. Het wordt sowieso geen hakken, want je hebt daar mega veel trappen. Met hakken, als ik dan val, nee. Ik zie het al helemaal voor me. Gaat die goed? Ik zit een beetje dubio. Laat ik nou helemaal geen kleren hebben. Orde maken wolkjes in de lucht. Aromaatje wat doe jij nou? Ik kan het wel vers doen. Want ik heb mijn hele freaking kast overhoop gehaald. En ik voel niks leuks staan. Echt niet. Oké, dit was alweer het einde van mijn video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En ik hoop ook dat je je abonneert en een belletje meeneemt. En een dikke vette duim omhoog geeft. Dat zou ik echt hartstikke leuk vinden. In het i'tje hierboven heb ik nog meer vlogs waar ik mezelf echt schandelig voor schud zet. Heel vaak 9 van de 10 keer. Ook wat mee heb gekregen over het woordje nee zeggen. Uiteindelijk heb ik ervan geleerd dat je gewoon niet te streng voor jezelf moet zijn. En gewoon moet doen waar je hart ligt. En zolang je het met een goed hart doet, komt alles helemaal goed. Zolang de intentie niet verkeerd is, dat bedoelde ik eigenlijk meer. Ik denk wel dat ik het goed uitleg. Meestal snappen jullie mij wel. Wat ik vooral niet wil laten zien is alleen de glam side van moederschap. Ik wil ook gewoon de ups en de downs laten zien. Het is niet altijd even glam, maar het is meer wat je er zelf van maakt. Wat je zelf in de brouwerij gooit, zeg maar. En hoe het er dan uitkomt. Lekker op de Bourgondisch gezegd. Dit wil ik ook gaan afsluiten. Ik wens jou heel veel liefde toe vandaag. En maak er een topdag van. Ik zie jullie bij mijn volgende week vlog weer. Doei doei!